President Chandrika Prasad Santokhi is vanmorgen samen met zijn delegatie vertrokken naar New York voor de 97e algemene vergadering van de Verenigde Naties van 20 tot en met 28 september. Hij zal namens Suriname spreken over duurzame ontwikkelingen en de uitdagingen die we ondervinden. Het thema Leaving No One Behind benadrukt het belang van samenwerking voor vrede en menselijke waardigheid. President Santokhi zal ook deelnemen aan de Summit of the Future, waar wereldleiders ingaan op belangrijke kwesties zoals klimaatverandering en armoede. Zijn aanwezigheid is cruciaal voor de internationale samenwerking en het aantrekken van investeerders voor Suriname. Daarnaast heeft hij bilaterale ontmoetingen gepland met verschillende leiders, waaronder de VN-secretaris-generaal en de nieuwe Nederlandse minister-president.